Stichting Visje Suriname heeft vandaag haar kennis- en dagcentrum geopend. Dit kennis- en dagcentrum zal volgens de directeur van Stichting Visje, Mavis Leter, meer aandacht besteden aan bewustwording, voorlichting en trainingen over dementie. Mensen die met dementie leven zijn de doelgroep van Stichting Visje. Leter zegt dat in het dagcentrum activiteiten georganiseerd zullen worden voor deze doelgroep. Volgens de oprichter van Stichting Visje, Gerda Havertong, streeft de stichting erna goede en warme zorg te geven aan mensen met dementie. En een zinvolle dagbesteding is heel erg belangrijk, want op die manier kunnen mensen dus zinvolle activiteiten doen, zodat het cognitief gedeelte, maar ook motorisch en allerlei andere delen of gebieden van de hersenen gestimuleerd kunnen worden. De zorg voor mensen met dementie in Suriname is niet anders dan in andere landen. Wanneer het je treft, dan treft het je. Dan mag je ergens in een Arabisch land zitten of je mag in een Afrikaans land zitten. Dementie maakt geen onderscheid in niets en in niemand. Met uw hulp dus willen wij ons inzetten voor middelen en kennisoverdracht. Brigitte Spalburg, specialist ouderengeneeskunde, tevens bestuurslid van Stichting Visje Nederland, zegt dat dementie een verzamelnaam is van ruim 50 ziektes, waarbij de hersenen geen informatie meer kunnen verwerken. Dit kan zich uiten in een aantal symptomen, zoals inderdaad, zoals net genoemd is, geheugenproblemen. Maar ook problemen met taal en het niet meer kunnen uitvoeren van ingewikkelde handelingen of het niet meer kunnen plannen is een veel voorkomend probleem bij dementie. En doordat mensen deze vaardigheden verliezen, zie je dat ze langzaam maar zeker ook hiermee de grip op het leven kwijtraken. Door hun vergeetachtigheid, bijvoorbeeld het vergeten van de namen van familieleden, vergeten van verjaardagen, details van gebeurtenissen zich niet meer kunnen herinneren. Ja, kunnen bij een persoon die dementie heeft gevoelens van schaamte, ergernis en onzekerheid ontwikkelen, waardoor ze depressief kunnen raken en zich uiteindelijk steeds meer terugtrekken uit het sociale leven. Brigitte Spalburg, specialist ouderengeneeskunde, tevens bestuurslid van Stichting Visje Nederland. Zij sprak vanmorgen bij de opening van het kennis- en dagcentrum van Stichting Visje Suriname aan de Kanangalaan.